Wow, het ruikt echt... Twee, man, dat is sowieso nep of zo. What's going on, teams? Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op ons kanaal. En vandaag gaan wij Zeeman producten slash etensdingen gaan wij uittesten. Want we dachten, er is best wel vaak een vooroordeel over de Zeeman. Dat de spullen nep zijn of dat het niet goed zou zijn. Dus wij dachten, laten we checken of het zo is. Vergeet deze video natuurlijk niet alvast te liken en te abonneren hier beneden. Het is allemaal gratis en let's go met de video. Dankjewel. Nou, het eerste wat ik heb is hot chicken flavor. Ik snap ook wel waarom Faisal dit aan me geeft, omdat Faisal heeft een zwakke maag, hè? Daarom, je kan niet tegen hot. Wat is dat? Oh mijn god, dank je. Dit is de verpakking. Faisal heeft het al voor me gemaakt. Het ruikt wel lekker, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Het is Lens Wipes. Smear-free formula. Ik dacht dat hier iets heftigs in zat. Ik denk dat je te veel water hebt bijgedaan. Dat die smaak een beetje weg is. Van die kruiden. Ja. Maar die kruiden pas achteraf eroverheen gedaan. Echt? Wil jullie iets grappigs horen over deze bril? Toen mijn huis dus was afgebrand, was dit het eerste wat ik heb gekocht, dit item. En eindstand, mijn homegirl Fleur, ik had die bril bij haar gelaten. En toen zei haar stiefzus ineens 2 jaar later, oh Ramram, ik heb deze bril gewoon een keer hier gevonden in dit huis. Geef het terug. Het ruikt wel echt heel erg lekker hoor. En ik vind die smaak op zich ook wel lekker. Alleen als het wat sterker was, zou het nog lekkerder zijn. Snap je wat ik bedoel? Ik ga het nu even... Het is niet heel vochtig, merk ik. Maar misschien is dat wel even goed. Zo ziet het eruit. Ja, het is wel spannend. Nou, het doet zijn ding. Weet je? Het doet gewoon echt zijn ding. Ik geef het een 8. Laat even weten in de comments wat jullie zeggen. Zeggen jullie noedels of zeggen jullie bamisoep? Ik ben echt opgegroeid met bamisoep, maar de laatste tijd zeg ik wel noedels. Vaak ook omdat het echt op die pakje staat. Dan staat hier echt instant noedel. Wow. Nooit gedacht dat die bamisoep daar wel lekker is. Nee, ik ga nog een napje nemen hoor. Ik heb nog niet gegeten. Nou, ik geef dit artikel een... Ja, eigenlijk wel gewoon een 10, want het doet wat het moet, weet je? Dankjewel. Je doet echt alsof je de 5 sterren hebt. Dankjewel. Wat zien jullie trouwens van nieuwe tanden? Kelly vindt ze niet mooi. Ik vind het zo zonde. Wat? En iedereen mag mijn mening weten, ik vind het echt zonde. Wat? Je tanden! Waarom is hier, toch... pak het aan. Maar... Wat ik hier voor hem heb is Danone Smoothie. Ik heb aan Kelly Boudra. En dat is biologisch. Ik weet niet precies wat het inhoudt, eerlijk gezegd. Het was €1,19. Hey. Het volgende wat ik ga eten. Ik mag eigenlijk nog niks eten, gekleurd, maar oké. Is Haribo Chamelos Rombies. Moet ik het schudden? Maar waarom heet het trouwens Chamelos en niet gewoon marshmallows of spekje? Okay. Alles wat je bij Sema hebt, smaakt gewoon precies hetzelfde, maar dan goedkoop. €1,30. Jee. Is het lekker? Nee. Soms ga ik naar Albert Heijn en denk ik, oh, laat deze maar hoor. Die hoef ik niet meer. Mama, ik denk dat komt omdat ik gewoon niet van aardbei hou. En dit is aardbei. Ja, ik hou niet van aardbei. Ik hou alleen van aardbei-ijs. Dus ik geef het een 8. Dit is gewoon, het ziet eruit en het smaakt er wel echt naar babyvoeding of zo, man. En ik heb een keer die challenge gedaan en toen heb ik het ook niet overleefd. Dus, nah, dit is een no-go voor mij persoonlijk. Omdat ik denk ik niet van aardbei hou. En omdat ik niet van vloeibare dingen hou. Het volgende is... Thema nummer 5. Hé, hey, maar deze ben ik wel nog benieuwd naar hoor. Ik hou echt van chocola. Ik hou ook echt van Malteser. Nee, het is Belize Just Femme Eau de Parfum. En Eau de Parfum is dus best goed volgens mij, want dat blijft langer zitten dan Eau de Toilet. Een meisje van mijn schoen werd trouwens Malteser genoemd, omdat ze echt een rond bruin hoofd had. En het zit in dit flesje, zonder... Dope. Ik besef nu ook gewoon hoeveel kost het deze. €1,50 hè. En ik zeg jullie eerlijk, Maltese zijn normaal gesproken best wel prijzig.
Vooral als je naar een normale supermarkt gaat. En dat was 99 cent. En ik hou echt van parfum. Oké, ik ben een parfum girl at heart. Oh, fancy doosje. Wauw, de doosje is echt fancy. Wow, het ruikt echt lekker. Wow. Wil je ook? Oh, deze kaas niet. Wil je dit? Wel vangen, hè? Hey! Voor 1 euro? Kom eens ruiken. Eerlijk, voor 1 euro. Is het 1 euro? Ja. Luister, ik wil niet meer horen van mensen als je scared bent dat je dan stinkt. 1 euro! Dit zijn gewoon Malteser. Ze smaken ook gewoon aan Malteser. 1,50 euro is echt niet duur voor Malteser. Volgens mij trekt die wel snel weg. Maar het is eau de parfum, dus dan blijft het meestal wel langer zitten dan eau de toilet. Maar hij is wel lekker. Ja, you go, say man! Ik geef dit een 9. Oh shit. Just Fan, the new fragrance for him and her. Nu geef me allemaal lekkere dingen. Wat heb je nu voor me? Mm. Alsjeblieft. Oh, dank je. Oh, dat is van Just Fan, nieuwe parfum van Seaman, 99 cent. Dit was 4 euro. Dit zou je ook voor kerst kunnen geven trouwens. Aan je moeder of aan je vader kan ook. Toch wij? Nou, ik hou van chips. Ik eet elke dag sowieso wel een zak. Of in dit geval. Hoe heet dit? Een pot? Een bus. Een bus. Handcreme. Handwarmer. En we hebben Shea Butter Hand Mask. En soms lees ik echt op Insta van... Twee Seaman. Dat is sowieso nep of zo. Je moeder gaat stiekem ook naar daar. Shea Butter Hand Mask. Ik heb wel eens een kontmasker gedaan. En... dat heeft totaal niet geholpen, dus ik ben benieuwd of dit... Een kontmasker of een voetmasker? Een kontmasker en een voetmasker. Die voetmasker had ik toen op mijn Insta gedaan, maar die kontmasker ga ik toch niet op Insta doen. Oh, echt helemaal in de kerststemming. Het is gewoon hetzelfde. Hoeveel was deze? 1,80, zie je? Zelfs Pringles is goedkoop bij Seaman. Oké, ik heb nu het handmasker aan, om. En het voelt heel slijmerig, maar het voelt ook weer lekker ofzo. En gewoon goed. Ik snap alleen niet waarom ze overal het prijsje opzetten, maar... Seaman, wel. Oh. Oh. Hij is heel erg moisturized, maar een beetje te moisturized. Een wimperkruller. Ik gebruik eigenlijk nooit wimperkrullers. Heel eerlijk gezegd. Het is een beauty blender. Deze wimperkruller was trouwens 1 euro. Lekker cheap. Eigenlijk moet je het meestal nat maken. Wauw, Kelly Blender. Oh, het werkt! Het werkt wel hoor. Want vaak heb je beauty blenders en dan trekt het al die concealer in. En dan komt er eigenlijk niks op je huid. Dat is dus eigenlijk helemaal niet goed. Deze beauty blender is op zich wel goed. Hij is niet heel zacht. But she good. Dat zijn eigen wimpers. Ja. Zeg honden. Nu geloof ik je pas uit. Dit was alweer de video voor vandaag. Vonden jullie dit nou een leuke video? Vergeet dus zeker niet even te liken en te abonneren hier beneden. Het is allemaal gratis. En dan zien we jullie hopelijk snel weer met een gloednieuwe video. Doei!